vroeger. Wie net de bank heeft opgeblazen, kom naar buiten met je handen omhoog. Ik heb een steen en ik kan dingen heel hard gooien. En probeer niks grappig, zoals dreigend door de rook lopen terwijl je achterdochtig lacht. Dit is een wilde, Sean. Zet die tas neer, voordat het lelijk wordt. En over jou gesproken, ezeljongen. Jij bent de sheriff die nooit eens een bandiet heeft tegengehouden. Ik was een stand-in terwijl we naar de andere zochten. Laat me met rust. Nou, ik zie geen andere. Jij wel? Je kijkt hem recht aan, maatje. Ik ben Todd Hayseed, de nieuwe sheriff van Trotwater. Dus nu luister je naar mij. Waar? Recht naast Sean, de hele tijd. Ik kan niks zien in de zon. Hoe gevaarlijk ben je? Geef geen antwoord. Ondergemiddeld tot matig. Ik werk er nog aan. Tot. Oh, een newbie, hè? Huh? Laat maar eens zien wat je kan. Mijn armen. Hetja! Ja! Ik kan niet geloven dat ik uit overal alleen horen dit... Sorry, Huck. Geen zorgen. Ik hou sowieso geen tanden meer over. Het komt wel goed. Zag je waar die heen ging? Volgens mij is hij ontsnapt. Nee, wacht. Daar is hij. Oh, ik ben nu goed verborgen? Ik kan helemaal niks zien. Wat ga je eraan doen, toch? Hetja! Handen waar ik ze kan zien. Tuurlijk, houd dit even vast. Natuurlijk. Je hebt recht om te zwijgen. Alles wat je zegt kan en zal tegen je gebruikt worden in... Tot, je houdt dynamiet vast. Ja? Later, amateurs. Je kunt niet eens zien. Harry. Nou, jullie weten waarom jullie zijn. Wat ging er mis? Hij is ontsnapt. Hij was eng. Hij gebruikte dynamiet. Oh, was dat alles? Het stoorde verdomme alleen maar de hele stad. Mijn assistent Lloyd was zo bang dat hij ging huilen. Helemaal niet. Dus, wie was het? Bom Bobby? TNT Piet? Jerry? Nee, het was iemand nieuw. Een Morot. Hij droeg een pilotenhelm. Hij kon niet goed zien. Hij kon niks zien. Ah ja, hij zag jou eerst niet. Zegt veel over hoe hij richt, nietwaar? En zag je hoe rimpelig hij was? Het gaat goed. Zo te zien hebben jullie het over oude boomstek. Hij is blind! Nou, dat hield hem niet tegen om op ons te schieten. Nou, wat houdt jou tegen om op hem te schieten? Tot? Ik heb hem te graas genomen zonder pistool. Nou, echt niet. En daarmee kan ik iemand echt vermoorden. Met veel geluk. Ik doe het wel voor een hogere loon. Oh ja, tuurlijk, Sean. Hier. Ik heb hem. Oh, ja. Ik denk hier hardop, jongens. Maar hebben jullie al vannacht om jullie hersenen te gebruiken? Ik doe mijn best, maar deze baan is erg moeilijk zonder training. Waar heb je het over? Je bent niet opgeleid. Je zei op je cv... Je zei dat je beschermer was van de, hoe noem je het, fontein? Je zou het beschermen van een of ander rijnklatgoed niet wat training nodig hebben. Hoe noem je het? Is geen rijke gast. Het is een klein winkeltje thuis terug in Foxton. Ik was een kassamedewerker en soms moest ik meneer... Je het meehelpen zijn fontein verbergen voor de belastingdienst, die ook mogen zijn. Dus ik heb een idee. Oké. Ik geef jullie allebei een volledige cursus vechten waar jullie alles wat ik weet gaan leren. Wacht, echt? Je gaat ons persoonlijk trainen? Ik persoonlijk echt niet. Ik ben veel te veel bezig. Heb je mijn kantoor gezien? Het is een rotzooi. Ik heb Lloyd ook alles geleerd, dus hij doet het. Hadden jullie het net over mij? Oh, jongen, ik ben nog nooit een leraar geweest. En ik heb nog nooit iets geleerd.
Het is zeker een dag voor nieuwe ervaringen. We zijn allemaal erg enthousiast, Lloyd. Dus ik heb hier mijn oude aantekeningen van toen de burgemeester mijn leraar was. Ik noteerde alles wat ze zei en deed, zodat ik kon gaan studeren. Dus waar beginnen we? Nou, om te beginnen. Deze cursus zou bestaan uit lichaamsbewegingsstrategie voor criminele betrokkenheid en aanhoudingsprocedures. Hoera. Yeah. Waar we ook militaristische coachingtechnieken zullen gebruiken. Oké. Die kregen ze van de oorlog. De oorlog? Als dit van Lloyd komt, dan moet het goed zijn. Ja, en toen begon ze te schreeuwen, een beetje zo. Op de grond en 20 keer opdrukken, Malote! Ja, meneer! Mooi, we zijn al bezig. Jongens, jullie hebben vandaag veel voortgang gemaakt. Ja, erg verrassend met hoeveel we van activiteiten wisselden. Het waren een intense 50 tot 60 seconden. Proost. Volgens mij ben ik niet oud genoeg om dit te drinken. Ah, kom op, Todd. Het is rootbier of zo. Weet je het zeker? Ah, ik weet niet. Wie is dat in godsnaam? Dat is de vogelverschrikker. Wat wil hij hier? Ik weet het niet. Hij is nooit eerder in Troughwater geweest. Hij wil bloedje! Ik heb hem. Ah! Hebben we hem? Heilige hooipalen! We hebben hem echt! Dit is geweldig! Ik kan het niet geloven! Wat rustig. Kom op dan, laten we de arrestatie afmaken. Nou, jouw plotselinge aanval beëindigt hier. Laten we dat masker afdoen, zodat we zien hoe je er echt uitziet. Howdy. We hebben onze baas volledig in elkaar geslagen. Sean, waarom? Ja, wat is aan de hand, burgemeester? Jongens, alsjeblieft, kalmeer je. Ik denk dat wat ik ga zeggen jullie leuk vinden. Echt waar? Waarom? Want jullie zijn geslaagd voor mijn test. Gefeliciteerd. Oké. Ja, dit was gewoon een simpele praktische presentatietest om te zien hoe jullie training ging. Ik dacht dat het goed was om te zien wat jullie geleerd hebben door een echte criminele situatie te observeren. Door zelf als crimineel op te treden, kon ik jullie testen op specifieke scenario's waar ik meer over wilde weten. En ik kon de moeilijkheid verminderen. Dus dit noem ik een succes. En wij deden het goed? Yep. En je moest zo ruw zijn? Yep. En Lloyd wist over alles de hele tijd? Nee.
Hij is niet echt een acteur, dus ik liet hem geloven dat de vogelschrikker echt was door er wat details over te zeggen. Oh, ik kan tot een genre trainen. Mooi. Oh, ik zeg er niks over. Er is deze grote gast genaamd de vogelschrikker en hij is super gewelddadig, heeft scherpe armen en hij is nooit in het Twelfwadder geweest, maar hij komt misschien later, we zien het wel. Wat? Niks, ga ze trainen. Nu! Ik denk dat iemand dat tegen Lloyd moet zeggen. Ik doe het. Dus, je dacht echt dat we het beter hebben gedaan vandaag? Het ging goed, ja, maar nu je... Je hebt niet in de boeien geslagen, mijn rechten niet gelezen, het publiek niet onder controle gekregen, de schade niet geminimaliseerd. Je was duidelijk in paniek, maar je was gemotiveerd en goed met de boemerang, denk ik. Volgens mij ben ik trots op de voortgang die jullie hebben gemaakt. Jongens, Lloyd viel flauw. Dank je, burgemeester. Ik regel het wel, Sean. Wauw, ze glimlachten. En dat was eerlijk. Waar hadden jullie twee het over? Ze zei dat ze trots was. Wat? Meen je dat nou? Ze denkt dat we het kunnen. Dat we echt Twelfwadder kunnen redden. Dan gaan we ervoor. We doen het! Oh yeah! Kijk uit, criminelen. Er is een nieuwe sheriff in de stad. En hulpsheriff. En we zijn matig tot bovengemiddeld voor ons werk. Hatja! Hey, ga maar eens... Jongens! Diep in het westen, iedereen is het best erg veel. De spice bent ver van huis. Je vindt dan het lijkt, die is niet gek. Met een leuk iemand die het goed verstapt. Hij de sheriff, top als je bent een spot. Wat geeft me raak in de doodheid. Want het is denkbaar na voordat je straks de wet overtreedt. Sheriff Tom, hij ziet, de boeven heeft hij weer beet. Hij vecht de dokter zo dat hij ziet dat Trump waterblij is. En ook nog Sean. Hey, ga zeg jij. Ja. Oké. Pimations, yeah!